Welkom bij een nieuwe Buisbazen. En wij doen een Sinterklaas giveaway. Let's go! En wat zit er in onze grote zak? Namelijk de pet van Tom, van de exit van Tom. De pruik van Samir, van de exit van Samir. Ik denk halve... Met een boot. Mag hem weg? Hij mag weg. De boot van de Crowdsurf Challenge, dat kun je dan deze zomer gebruiken. Of misschien als het sneeuwt of zo, om van een sneeuwberg af te gaan. Ik weet niet. En de B van onze Venus en Kava video. De magneet van onze ruiltocht in Amsterdam. Yes. Deze zijn nog van de eierstokkie. En ik zal zelfs nog iets heel speciaals erbij doen halen. Deze pet mag ook weg. Wow. Voilà. My mat. Zoals chapeau. En hoe kunnen ze dat winnen? Wel, je moet in de comments laten weten welk van deze items je wilt. Okay. En wij sturen dat naar u op. Ik vind dat wel een fantastische actie. En we hebben ook nog nieuws, hè? Ja. Ja. Want wij stoppen er even mee. Allee, toch wel voor een tijdje. Buisbazen in deze format gaan verdwijnen, maar niet getreurd. Ja. Wat was uw plezantste buisbazenervaring? Mijn... Moet ik één kiezen uit die 55? Ah, twee. Mocht er twee kiezen. Ik vond die zwembad-challenge heel tof. Dat we samen met Samir in de villa-wijk, dat was echt... Dit is een creepy huis. Die kast was er net niet open. Echt waar. Misschien wat creepy op Google Maps is gekeken. En hier zijn keiveel zwembaden in de straat. Lachen. Maar ik er drie... Jij mocht er drie kiezen. Okay. Die wij samen gedaan hebben, de 7-minute party in een A-tower, was ook echt kei tof. Hier zijn onze eerste gasten voor de 7-minute party. 21ste verdieping, Club Goud. En wij gaan hier het biertje stoken. En op drie, de eierstokkie. Okay. Dan vond ik de tribute aan de vrouw. Let the games begin. Go! Oh, mijn ass is er! Bij mij dus op 1 crowdsurfen in een boot op Stu Day. Op 2 onze 10.000 tribute rap aan de 10.000 abonnees. En trouwens, shout-out naar de abonnees. Jullie waren fantastisch. Hey yo, tijdens het refrein ga ik jullie comments voorlezen. Geef even een dikke duim als je jouw comment herkent. First. Yo, yo, let's go. Oké, okay, over naar Tom. Ah, buisbazen. Als ik moet kiezen voor mijn favoriete video dat we gemaakt hebben bij de buisbazen, dan is het denk ik wel de film uitbeeldtechniek dinges. Waarin dat we films moesten uitbeelden en de ander moesten traden. Films vind ik altijd wel leuk en ik ben in dat filmpje ook gewonnen. Hey! Oh! Tot, Braveheart. Troy! Troy! Hoe is dat weer? 300! Ja! Oh. Gewonnen. Oeh, ik ben gewonnen dan! Ja. Dat streelt mijn ego altijd, daarom. Wat ook super cool was, was om eens te werken met 360 video's. Ik denk dat er nog maar weinig in België dat echt gedaan hebben op een YouTube kanaal. Dus ik, op dat vlak vond ik buisbazen echt wel vooruitstrevend, ja. Buisbazen is dood. Oh, ik heb nog een leuk weetje om dit kanaal af te sluiten. Er is ooit een video opgenomen geweest. Ik en Samir hebben samen nog een video opgenomen. Maar we hebben nadien toch besloten om die niet te monteren en niet uit te zenden op YouTube. Want we waren behoorlijk zat. Maar ik heb nog altijd de beelden. Bij 5000 likes
monteer ik die video. Bye. Mijn favoriete buisbazenfilmpje is dat we ooit hebben opgenomen met Venus en Kava. Drie wondermooie vrouwen waar we ons supergoed mee geamuseerd hebben. En ik vind dat we dat veel meer hadden moeten doen, ons omringen door vrouwen. Want dat klikt echt wel. Ja, zo 3-3. Kijk, geflitst tussen onze konten. Nee, tot op mij. Hey, er zijn nergens dingen, hè, jongen. Goed, we hebben wel niet gewonnen tijdens die video, maar dat neemt niet weg van het feit dat we ons allemaal vreegoed geamuseerd hebben. Allemaal vreegoed. Ik ben blij dat ik mij ooit buisbaas heb mogen noemen. Jammer dat het nu moet aflopen, maar ik heb mij geamuseerd. En als je meer van mij wilt zien, dan kun je gerust naar mijn eigen persoonlijk kanaal gaan. Ik maak nog altijd zelf YouTube-video's op UpToDate. Er zal je wel eens een annotatie staan. Waarschijnlijk op mijn gezicht. En groetjes van Muse trouwens. Zeg eens dag tegen de kijkertjes. Dag kijkertjes. Dag. Ja, zo weg. Bedankt hè. Ja. Spijtig hè mannetjes, maar het is gedaan. Maar niet getreurd, want jullie waren een ongelooflijk publiek. We geven deze petten weg, deze Samir-pruik. We geven deze mini-buisbaasjes weg en dit schitterende plakkaatje van Amsterdam. Wat moet je daarvoor doen? Droppen in de comments wat je graag wil. En dan doen we zo. Yes! De teerling is geworpen. Oké, jullie waren fantastisch. Echt waar, beste subscribers. Voordat we het licht uitdoen, nog even zeggen. Je kunt allemaal abonneren op halveneuro. youtube.com/halveneuro. Voor al die zotte films. En met mijn Pieter, Adult Child, zeker volgen. Instagram. Ja. Zalig kerstfeest. Gelukkig nieuwjaar. En ja, misschien er is in 2017. Ja. Ciao, ciao. Yo, het is week van de friet en wij zijn hier in Balen. Ja, aan een broodjeshoek, bekend van de Balense reus. En dan rest ons nog maar één ding, denk ik. Houd het licht uit, Toon. Buisbazen, out. Out.